Het is nu herfst, bijna winter en dit is natuurlijk het perfecte seizoen voor donkere lippen. Je kunt een kleurtje uitkiezen en het gewoon opdoen. Maar voor de perfecte donkere lip is het toch wel zo handig om wat stappen vooraf door te gaan. In deze video leg ik uit hoe je mooie donkere lippen creëert. Dus wil je weten hoe het gedaan wordt, blijf dan kijken. Stap 1, water drinken. Het is heel erg belangrijk dat je lichaam genoeg vocht krijgt. Als je lichaam uitgedroogd is, zie je dat heel goed aan je lippen. Dus zorg er echt voor dat je genoeg water per dag drinkt. Stap 2 is de lipscrub. Om de lipstick makkelijk aan te brengen, is het handig dat je lippen glad zijn. En met een lipscrub scrub je eigenlijk de overtollige velletjes weg. Doe dit niet met een tandenborstel of een scrub die je eigenlijk voor je lichaam zou gebruiken. Gebruik daar echt een lipscrub voor of een lipscrub die je zelf hebt gemaakt. Scrub je lippen goed om ze mooi glad te krijgen. Doe het niet te lang en ook niet te kort. Waar je wel rekening mee moet houden is dat de huid op je lippen is vrij dun. Dus wees daar gewoon niet te agressief mee. En achteraf kun je de lipscrub gewoon wegvegen met of een nat washandje of een servetje of een make-up doekje om gewoon alle restanten weg te krijgen. Stap 3, lippenbalsem. Als de lippen gescrubd zijn en ze zijn schoongemaakt, ga je er overheen met lippenbalsem. Hierdoor hydrateer je ze weer en worden ze weer zacht. Stap 4, als de lippenbalsem is ingetrokken, verwijder je het overtollige deel. Dat kan je even wegdrukken met een servetje. Stap 5, een lippotloodje. Om de lipstick binnen de liplijntjes aan te brengen is het handig om deze te traceren. Dat zorgt er ook voor dat de lipstick door de dag heen niet buiten de randjes van de lippen vloeit. Want je krijgt meestal door de dag heen, hè, ga je eten, ga je drinken, krijg je dat de lipstick wel eens buiten de lijntjes van de lippen in de lijntjes van de huid gaan zitten. Nou, door een lippotlood aan te brengen voorkom je dat grotendeels. Wat ik doe is ik traceer gewoon de liplijn en ik vul de buitenhoeken in, zowel boven als beneden. En ik vervaag het een beetje. De volgende stap is het aanbrengen van de lipstick zelf. Ik gebruik Dark Side van MAC en ik breng hem gewoon zo aan. Doe dit wel voorzichtig en langzaam, want het is vrij makkelijk om de lipstick buiten de lijntjes te krijgen. En als je het langzaam doet, behoud je nog een bepaalde controle. Om ervoor te zorgen dat de lipstick die ik heb aangebracht wat langer blijft zitten, ook tijdens het eten en drinken, hap ik de eerste laag er met een servetje af. Zo zie je dat de kleur van de lipstick blijft zitten, maar het overgrote deel is er vanaf. Dan breng ik de lipstick een tweede keer aan. Nu de tweede laag is aangebracht, sluit ik af met de laatste stap. En dat is eigenlijk de randjes perfectioneren met een beetje foundation. Je kunt ook concealer gebruiken, maar dat vind ik zelf iets te dik. Dus dan gebruik ik gewoon mijn foundation en lipkwast. En dan traceer ik gewoon de buitenste lijnen van mijn lippen. Zorg wel voor dat de foundation de lipstick zelf niet raakt, want dan krijg je dat de lipstickkleur zich gaat mengen met de foundation. En dat is misschien ook niet zo'n goed idee.
Nou, dat was het dan. De stappen voor de perfecte donkere lip. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!